Een straatlantaarn spiegelt in het water. Het dorp is in een stille harmonie. Het is nacht, volmaakt verlaten zijn de haven en de straten. Alleen de kerkklok laat zich horen, 2:30. Maarten hoeft niet eens de wekker meer te zetten. Want een fractie voor de klokslag van de kerk wordt hij uit gewoonte wakker. 30 jaar is hij al bakker. Slechts op zondag slaapt hij uit, dan zwijgt het werk. Het licht gaat aan, hij controleert de ovens die automatisch aangesprongen zijn. Stiekem bakt hij één sausijs vast, haalt de broden uit de rijskast, vult de blikken en hij zet ze strak in lijn. Zijn opa bakte bruin, wit en volkoren. En dat was destijds de hele bakkerij. Nu is er rustiek meer granen, tijger, waldkorn, krenten, maan en sesamzaad, casino spelt en glutenvrij. En er komen ieder jaar weer soorten bij. Al doen machines nu het zware kneden. Het ambacht is nog altijd even rijk. Rollen, vlechten, deeg verdelen. En wat nooit, nooit zal vervelen, is de geur van brood die wegzweeft langs de dijk. Toen ook de supermarkt vers brood ging bakken, had Maarten uitgebreid met meer banket. Koeken, flappen en tompoezen, taarten, bollen, slagroom, soezen. Hij moest wel een uurtje eerder uit zijn bed. Rond de klok van 6 komt Emma naar beneden. Zijn vrouw, zij runt met trots het winkeldeel. Soms valt als ze gaat beginnen, net het eerste zonlicht binnen. In de stralen dwarrelt opgestoven meel. Zo rijlt en zeilt de bakkerij al jaren. In een dorp waar onaantastbaar en devoot oude zuilen hoogtij vieren en de kerk regeert bestieren. Zij de zuil van geef ons heden dagelijks brood. Op een dag loop ik daar zelf de winkel binnen. Het zal 1 jaar of 3 geleden zijn geweest. En ik vraag haar, ik ga trouwen in een dorp vlakbij, dus zouden jullie taarten kunnen maken voor het feest? Maar natuurlijk antwoordt Emma heel erg graag zelfs. En ik zoek er de perfecte bruid, staat uit. Wie zou smelten op je lippen, vol met marsepeinen stippen en de namen, dus ze vraagt hoe heet de bruid. Er is geen bruid, zeg ik. Ik zie er denken. Oh, dat is hier op het dorp soms nog taboe. Dus of Maarten die wil maken, weet je wat, zou het ook smaken als ik alleen maar jullie initialen doe. Net zo stijlvol, maar dan hapt die sneller toe. Nou, Maarten hapte toe, het werd een kunstwerk. De bruiloft was alsof een aanzichtkaart. Mooie kleren, oude auto, lieve mensen, maar 1 foto sprong eruit. Wij 2 stralen bij die taart. Dus ik stuur meteen die foto naar de bakker. En Emma belt me op binnen 1 uur. Maarten moest wel even wennen, zegt ze, maar toch ook bekennen dat het topreclame is voor zijn glazuur. Dus ik hang hem in de winkel aan de muur. En toen gebeurde er precies datgene waarvan je denkt, God, is dat vuur nou nog niet uit? In het dorp begon het stoken en het wijzen en het poken dat al eeuwen een groep mensen buiten sluit. Een heel oud schuldgevoel kwam in me boven. Een spook waarvan ik nooit echt ben verlost. Dus ik ging met Emma praten en ik zei toch opgelaten, nou, ik hoop maar dat dit je geen klanten kost. En even was het stil, ze keek me aan en aan tel zei ze, nou, ik hoop het wel. Ik hoop het wel.
ik dan met tranen in mijn ogen. Van verdriet en van geluk, het veer was oud. Maar de hoop was nieuw, ik voelde alsof God het zo bedoelde. Dat de nieuwe tijd zijn plannen had ontvouwd. Want die middag bij de bakker kuste het geloof weer wakker. Dat de haat ons niet voor goed gevangen houdt. Want zeg nou zelf, zo zijn we niet getrouwd.